heb het vermoeden dat, dat Donder Bliksem dan als een nieuwe festivalhit kan worden, eigenlijk daar in Landgraaf. We hebben denk ik bijna alle festivals in Nederland wel gehad, maar de moeder van alle festivals nog niet. Pinkpop is een soort stipje op de horizon of zo, wat je, waar je naartoe wil. Yes. Main stage. Een paar uur voor de Kings of Leon. Bijna letterlijk voor de leeuwen. Ja, ik mag voor de leeuwen. En zo voelt het eigenlijk niet. Het wordt een typisch Guusshow, maar dat is denk ik ook de reden waarom ze ons gevraagd hebben. We hebben wel halverwege de set komen er 3 extra blazers bij. En we hebben lang getwijfeld, maar dit weekend besloten toch maar te eindigen met een dot confetti waar jullie tegen zegt in het roze. En we hebben het opgezocht. Dit is nog niet eerder gebeurd. We kunnen onze hoop plekken zien, de clubs en theaters en natuurlijk in het stadion, maar, en ook op festivals, maar niet op deze. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Dus we zijn ook best wel redelijk goed voorbereid. We hebben natuurlijk de repetitie gehad van het stadion. En dus ik vertrouw er wel op, maar je moet het 10 minuten van tevoren misschien nog een keer vragen. Dan zou het anders kunnen zijn. Wij hebben de naam om van bier papier maché te maken, dus er komt heel veel confetti. En dranken doen we meestal zo. Ja. En wat ik echt helemaal te gek vond, en dan weet je ook dat je op de Moeder Dev Festival staat. Wij spelen zeg maar Wat Zou Elvis Doen? Die is hartstikke nieuw. Zeker, nieuw. Ja, je nieuwste single. En ik had en al die mensen gingen vol mee. Niet even af. Deze kunnen we niet doen, maar die volgende. Nee, 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 dit was echt gewoon bam. Nee, dit was echt gewoon van we zijn blij dat je er bent. En dat gevoel had ik dus vanaf het begin.